Ik werk al bijna 30 jaar voor hetzelfde bedrijf. Ja. En ik heb bepaalde stappen moeten doen. Bijvoorbeeld het opvoeden van mijn kinderen. En die laat ik nou los. En voor mij is het thema, voor mij is het loslaten. Dus loslaten betekent dat ik bepaalde bagages, dat ik die een beetje, dat ik dan wegwerp en dat er gewoon weer, dat voor mij lichter wordt. En ik zie die mensen die, bijvoorbeeld een jonge man die is bezig met zijn, als 21 jaar, met een eigen ZZP-bedrijf. Nou, dat vond ik geweldig. Dan heb ik hem ook een complimentje gegeven. Dat hij op moet boksen tegen zijn broer en zus, dat hij de jongste was en dat hij moest studeren. En toen dacht ik van, dat herken ik. En mijn kinderen hebben dat ook gehad, die jongste moet opboksen tegen de twee oudsten. En toen heb ik hem daarvoor een complimentje gegeven, je komt er wel. Want dat zie ik dat ook wel. En dat vind ik heel mooi. Dat vind ik positief. Dus dan steun je. Dus ik ben eigenlijk min of meer proberen ook een steun te geven aan die mensen. Ja. Snap je? En dat vind ik juist heel bijzonder. Welcome to our mind state.